welkom bij Beauty News van vandaag. Net op tijd kwamen er net heel veel leuke nagellakjes binnen. En dat is natuurlijk wel leuk, want dan kan ik ze direct even laten zien in het Beauty News van dit weekend. Want volgende week ligt in de winkel de Couture, de mini collectie van OPI. En dat is dit is een klein mini pack zeg maar van de collectie. Er zijn ook full size nagellakjes te koop. Informatie erover staat al op Beauty Scene hoor, al een tijdje, want ik wist al dat die zou komen. Maar nu zijn de nagellakjes ook binnen. Het zijn allemaal roze, rode tintjes eigenlijk met schattige naampjes. Er zit ook een liquid scent bij. Dat is natuurlijk wel helemaal nieuw zeg maar van OPI. Ze heten Definite Mouse Have. Ik heb deze, dat is Magazine Cover Mouse. Chic from Ears to Tail. En Innie Mini Mighty Bow. Nou, in ieder geval, ik ga ze zeker nog voor je swatchen. Die zul je van de week waarschijnlijk wel voorbij zien komen. En nou, die mini packs zijn natuurlijk heel leuk voor dit soort kleine collecties, vind ik altijd. Want dan wil je misschien niet alle kleurtjes hebben. En je hebt misschien een paar. En dan heb je met die kleine flesjes toch kun je lekker even je gang gaan. Dan ben je toch weer helemaal op de hoogte. Nou, wat er nog meer binnenkwam, zit in deze doosjes. Dat komt echt ook nog allemaal voorbij. Het is de San Francisco collectie van OPI. Die volgt mij pas in juli of augustus. Ik moet het even... Nou ja, je kan het even nakijken op Beauty Scene, want daar staat het artikel erop. Maar de collectie is geïnspireerd op de stad San Francisco. Dus het zijn vooral... Ja, een beetje donkere tinten alweer, want het is natuurlijk de herfst-wintercollectie. Donkere tinten, wel wat metallics. En ik zie ook wat blauw, maar dan moet ik even een andere doosje pakken. Blauw en grijs. En dat past ook wel bij San Francisco in de herfst, want het is altijd een beetje mistig en het kan er best wel koud zijn. Maar het heeft ook wel hele mooie zonnige momenten. Het is een prachtige stad. Ik ben er zelf ooit geweest en helemaal verliefd op geworden. Dit is bijvoorbeeld de Peace and Love OPI. En nou, jullie zien ze waarschijnlijk nu niet van heel dichtbij. Maar dat komt dus inderdaad nog. En deze blauwe is ook leuk. Het is Dining El Frisco. Maar de mooiste vind ik denk ik wel de liquid scent lakjes. Want de collectie is behoorlijk uitgebreid. 12 nagellakken en daarnaast ook nog 3 liquid scent lakjes. Maar onder deze blauwe, die ziet er een beetje apart uit. Want ik denk van hoe kan deze nou een liquid scent structuur hebben? Omdat die een crème lakje lijkt. Dit is de Warf, Warf, Warf. Dat betekent eigenlijk werf, werf, werf. En dit is wel een hele leuke Alcatraz Rocks. Nou, Alcatraz is natuurlijk de bekende, wat is het, gevangenis. Vroegere gevangenis, zeg maar, die in de baai van San Francisco ligt. Nou, ze komen allemaal nog voorbij. Want nu heb ik op mijn nagels Mango van Dior. En die komt uit de Cruise collectie. Die is niet in Nederland te koop geweest. Nou, dan gaan we even over naar geurtjes. Er zijn namelijk een paar nieuwe geuren die er aankomen. Of er inmiddels al zijn. Waaronder deze hele mooie, doos. In ieder geval Prada Candy. En dan in de low versie. Dus dat zou dan betekenen dat hij wat lichter en luchtiger is. Nou, dat is wel zo. Maar hij is toch nog steeds behoorlijk zoet, vind ik. Ik vind hem inderdaad wat minder zoet dan het origineel, waardoor hij voor mij prettiger is. Ik hou niet zo heel erg van Prada Candy origineel. Maar deze is zeker draagbaar. En nou, de flacon is weer heel erg mooi. Ik moet altijd een beetje denken aan Eve van Wall-E, van die film van Walt Disney. Dat witte poppetje, door dat ronde bovenkantje. Ik moest even zoeken waar ook alweer de parfum uitkomt. Maar het is een heel klein gaatje. En daar komt de parfum dan uit. Nou, ga hem zeker besnuffelen als je fan bent van Prada Candy. Of als je juist Prada Candy net een beetje te zoet vindt. Kun je denk ik misschien hier wat beter mee uit de voeten. Ander leuk product, ook een mooie geur, is de Flower Bomb van Victor & Rolf. Nou, en het leuke, wat is dit nu? Dit is wel leuk. Het is namelijk een Velvet Sensation Perfume zonder alcohol. En dat betekent dat hij heel geschikt is om te gebruiken in de zomer en zelfs in de zon. Het is een, ja, meer een crème eigenlijk, een beetje een luchtige mousse. En die smeer je over je, nou ja, waar je ook wil natuurlijk. Niet over je hele lijf, maar juist op de plaats waar je normaal zeg maar je parfum aanbrengt. En nou, de huid wordt heel zacht, het is dus een beetje zijdeachtig, siliconen wat je zeg maar ja, voelt. En ik moet zeggen dat voelt niet onprettig aan, maar ik zou dat niet over mijn hele lijf smeren. De geur is vrij sterk, dus je hebt echt maar heel weinig nodig. En zoals ik zei, geen alcohol, dus je kunt het in de zon ook zonder problemen gebruiken. Dus dat is mooi. Nou, andere mooie zonproducten kreeg ik deze week binnen. En ik was vorig jaar heel groot fan van de gezichtsbescherming van Dick Lior. De Aroma Sun Expert. En dit is de huidverzorging.
Het is mild en ik vind vooral de geur heel erg fijn van deze producten. Het is echt ook aromatherapie, hè. Dat betekent dat het vooral veel etherische oliën, nou in ieder geval van die mooie geurende natuurlijke olie in zitten. En natuurlijk beschermt het de huid en een mooie flacon ook met dat roze, een pompflacon. Er zit 150 ml in. Het is niet zo heel goedkoop, dus het is vooral bedoeld als je wat luxer wilt. En toch je huid goed wil beschermen. Nou, Decluor heeft wel een ander heel handig productje. En dat ga ik nog uittesten, dat heb ik nog niet gedaan. Dat is de Aroma E-pil en dat is een post-wax cream anti-hair regrowth and soothing. Nou, je kent het wel, als je gaat waxen of epileren, dan kan je huid wel eens geïrriteerd raken. Deze balsam die moet je dus daarna, een paar dagen zelfs nog na het epileren of in ieder geval haar verwijderen, erop de huid smeren. Nou, dan zal de huid in ieder geval rustiger door worden en weinig meer of minder irritaties geven. Maar het zou er dus ook voor moeten zorgen dat je haartjes minder snel teruggroeien. Nou, dat is natuurlijk altijd meegenomen. Dat ga ik dus nog testen, maar het is wel interessant om zo'n product te zien. Want Decluor, er zijn vast ook nog wel meer merken die dat hebben. Even kijken. Nou, jullie kennen allemaal de nagellakjes van Pupa. Met de balletjes, zeg maar. De caviar nails, maar dan van Pupa. Er komen weer nieuwe versies uit. Waaronder deze. Die heeft een lichtblauw lakje en dan roze met wit. Nou ja, roze met zilver en blauwe pareltjes. Wel heel schattig. Er komen er nog veel meer. En ze hebben ook een versie met glinstertjes eigenlijk. Een soort zand. Dus dan krijg je een beetje het zandeffect van de liquid sand. Maar je strooit ze dus wel apart over je nagels. Ja, en dan dit. Ja, ik vind dit een beetje een product waar ik niet zo goed weet wat ik ermee moet. Dit is de Brazil Nut Beautifying Oil van de Body Shop. Op zich is de olie heel fijn, want het is een droge olie die goed je huid wel lekker hydrateert. Niet extreem goed vind ik hem, maar hij is best aardig en volgens mij ook niet al te duur bij de Body Shop. Maar de Brazil Nut geur vind ik echt niet lekker. Het is echt alsof ik oliebollenvet op mijn lichaam heb gesmeerd qua geur dan, hè? Niet qua hoe het uitpakt. En dat bevalt mij gewoon helemaal niet. Dus voor mij zou ik echt deze direct aan de kant zetten, omdat de geur echt niet fijn is. Maar er zijn nog meer versies. Dus misschien vind ik wel een versie die lekkerder is. Die moet ik dan nog even gaan bekijken. Even kijken, de Body Shop heeft ook een nieuwe BB cream uit de vitamine E lijn. De vitamine E lijn, die heet de Cool BB cream. Hij is vooral hydraterend en maakt je huid gelijk een stukje frisser. Maar als ik nou toch een BB cream moet aanraden, dan is het deze. Het heeft echt zo'n mooi effect. Deze is van Ren. En Ren is een natuurlijk merk uit Engeland en wordt verkocht bij de Bijenkorf en bij Skins. Dit is de BB cream die echt super mooi is. Geeft echt zo'n mooi resultaat. Ik heb niet de goede kleur voor mezelf gekregen, maar ik ga hem nog wel even door iemand laten uitproberen waar die beter bij past. Want de finish en hoe het op de huid eruit ziet is echt prachtig. En er zit SPF 15 in, beschermt tegen UWB en UWA. Nou, hij is gewoon heel mooi. Dus mocht je nog een BB cream zoeken en hou je van natuurlijke ingrediënten, dan zou je goed eens kunnen kijken bij Ren. Dus bij Skins en bij de Bijenkorf. Nou, en wat ik net liet zien van Pupa, de potjes met de bolletjes, of die nagellakjes met die bolletjes, dat heeft nu Bourjois ook. Dat zit in dit potje, zitten losse balletjes, zitten gewoon in een nagellakflesje. En die kun je loskopen, wel heel handig, dus dan hoef je niet per se in een setje. En die kun je dus bijvoorbeeld strooien over deze blauwe. Maar je kan natuurlijk gewoon alle combinaties maken die je leuk vindt. Je kan op al je nagels doen, je kan op één nagel doen. Nou ja, je kan er eigenlijk een beetje van alles mee doen. Het blijft niet perfect zitten, moet ik eerlijk zeggen. Dus na een paar dagen ben je je balletjes kwijt. Maar het gaat langzaam en zo'n ramp is het niet. Dus ik vind het vooral iets, ja, voor iets leuks, een feestje of zo. Niet zozeer om dagelijks mee te lopen. Maar het werkt wel, want het zit er echt zo op. Dus dat is wel een voordeel. Even kijken, jullie hebben natuurlijk ook die gekleurde mascara's gezien van Bourjois. En de cream blushes hebben jullie van de week ook voorbij zien komen. Ik heb nu deze op. Dat is de, even kijken hoor, die Healthy Glow. En het is een heel klein schattig verpakkentje en met een klein spiegeltje erin. Dus het is wel leuk, want dan kun je zelf gewoon je blush bijwerken. Zonder dat je iets nodig hebt van een kwast of een spiegeltje. Alles zit er gewoon in. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ze zijn vrij plat. Die kun je echt zo in je tas gooien. Dus deze gaat zeker mee bij mij in mijn standaard, in mijn make-up tasje.
En ook handig om net even een beetje een gezonde blush te krijgen. Even kijken, ik heb nog wel wat meer dingen hoor, maar ik ga niet alles laten zien. Origins heet Make a Difference Plus Serum, nieuw serum. En die kun je dus combineren met bijvoorbeeld deze lotion. En die lotion die zorgt ervoor dat je hydraterende bestanddelen van je crème of je serum nog beter opnemen. Het mooie aan deze lotion is wel dat hij heel lekker fris en fris is voor je gezicht. Het nadeel is wel dat er ook weer alcohol in zit. En dat vind ik toch wel jammer. Zeker als het een anti-aging product is. Wat ja, dat eigenlijk juist niet kan gebruiken. Laatste dingetje wat ik laat zien. Daar moeten we nog wel even op wachten. Het zijn namelijk de Velux Pearl Fusion Shadows van MAC. Die komen pas in augustus uit. Maar goed, voor je het weet is het alweer augustus. En als je op vakantie gaat of zo, dan vliegt de tijd helemaal natuurlijk. Dit is de Pink Luxe. En het zijn dus inderdaad 1, 2, 3, 4, 5, 5 kleurtjes oogschaduw. Die je zowel droog als nat kan gebruiken. En vooral veel glans en behoorlijk shimmer geeft. Maar natuurlijk ook mooie kleuren. In mooie combinaties. En dan deze vind ik zelf heel mooi. Dat is de Smoke Luxe. Ze kosten €38 als ze eenmaal in de winkels liggen en zijn zeker de moeite waard. Ze zijn echt ongelooflijk mooi en er zijn nog meer soorten en kleurtjes. Dus als je zegt van dit zijn niet voor mij, moet je toch nog even verder kijken, want zeker aardig is. Ik heb nog iets leuks en dat is dit prachtige boek. Het is een persboek van Lancôme voor de Lancôme Show bij Albert Elbas collectie. Nou, het is echt super leuk. Het is natuurlijk een boek wat je niet kunt kopen, maar wat je wel even kunt inkijken. En informatie staat er over de producten die er binnenkomen. Het is ook heel schattig, want je kan het ook allemaal uitklappen en zo. Wacht even hoor. Niet allemaal laten zien. Even zien wat hebben we hier. Ja, volgens mij zitten hier ook weer de mascara's achter. Tadaa, want de mascara's krijgen tijdelijk een nieuwe verpakking. En hier, dit is ook heel leuk. Dat is de modeshow. Tadaa, heel leuk, heel schattig. En dan vinden we hier de producten. En onder dat... al die dingetjes vind je dus de producten inderdaad ook op foto. Hier zitten de nepwimpers die Lancôme voor het eerst heeft. Hele mooie nepwimpers zijn het. Ze kosten wel €40, dus niet echt heel goedkoop, maar ze zien er wel heel mooi uit. Ik moet ze nog proberen. En voor zie je al de producten voorbij komen. En dat is een superleuk boek. Het is natuurlijk geweldig om te hebben. Je kan het dus niet in de winkel of zo kopen. Wat je wel in de winkel kan kopen, zijn dus deze palet bijvoorbeeld. En 3 mascara's. De mascara's zijn de normale mascara's van Lancôme, maar dan in een andere versie, zeg maar, of in een andere verpakking, moet ik goed zeggen. Dit is de Hypnose Drama Eyes en die is dus in deze, zit in deze verpakking. Hij heet Smoky Eyes en het is deze combinatie. Nou was ik in de veronderstelling dat deze al bestonden, maar volgens de PR-dame van Lancôme is het toch een andere kleur, andere kleurencombinatie. Ik heb het nog niet gecheckt, maar dit is in ieder geval de Smoky Eyes versie. Die ga ik zeker proberen. Nou, het doosje ziet er heel schattig uit. Je kan de producten nu, vanaf nu, deze dag, ja, vanaf deze dag kopen. In ieder geval bij de Bijenkorf en andere Lancôme verkooppunten. Dus zeker de moeite waard om even te kijken. Nou, het beauty nieuws van deze week was een beetje korter. En misschien, maar dat vinden jullie vast voor een keertje niet erg. En volgende week ben ik weer terug. En jullie hebben misschien mijn shoplog ook al gezien. Dus dat waren mijn aankoopjes op modegebied, zeg maar. En dit was echt puur alleen de beauty nieuwtjes, nieuwe producten. En natuurlijk gaan jullie ze allemaal nog wat uitgebreider zien op beauty scene. Niet allemaal misschien, maar bijvoorbeeld wel de nagellakjes. Dus kijk zeker naar de artikelen als je nieuwsgierig bent naar de swatches van de nagellakjes bijvoorbeeld. Dankjewel voor het kijken en dan zie ik jullie volgende week of misschien nog wel eerder. If you want it, let's do it. Ride it, my pony. My saddle is wearing.